Eerste officiële wedstrijd, direct een spannende, 2-1 tegen de Dijk. Hoe ging het? Ja, ik denk goed. Ik denk op elk niveau is gewoon winnen is het allerbelangrijkste. En gewoon door naar de volgende ronde is eigenlijk uiteindelijk het allerbelangrijkste. En ik denk dat de eerste helft wel goed spel van ons was. Hebben we goede dingen laten zien. Tweede helft onnodig moeilijk gemaakt, maar wat ik zei, uiteindelijk win je hem, dus dat is heel lekker. Ja, dat is lekker. Toch even naar die tweede helft. Je zei het al, onnodig moeilijk. De Dijk werd ook steeds beter. Waar kwam dat door? Wat ging er minder in de tweede helft dan in de eerste? Ja, ik denk dat we het onszelf gewoon heel moeilijk maken. Door aan de bal waren we gewoon heel slordig, snel de bal weer kwijt. En er was gewoon wat minder rust in ons spel, wat we de eerste helft wel hadden. En dan geef je de tegenstander een beetje vertrouwen. En ze zijn wel opportunistische jongens die wel graag naar voren willen. En dan door een knullig moment krijg je ook nog de 1-1 tegen. Dus dat is gewoon eigenlijk onnodig. Want des te mooier dat je aan de andere kant een penalty krijgt. Hij gaat weer eens vrije trap, doet toch een penalty. Kun je een beetje zien wat er gebeurde? Nee, ik zag het niet. Ik begin altijd gewoon heel hard te schreeuwen. En dan hoop ik dat de scheidsrechter toegeeft. Maar hij geeft de penalty. Dat is heerlijk voor ons. Want misschien moet je anders nog verlengen. En dan moet je via daar kijken of je de wedstrijd kan winnen. Maar het is gewoon top dat je hem gewoon zo over de streep kan trekken. Wat is jouw officiële debuut, Varkmaarse Boys? Je speelde al een paar oefenwedstrijden. Wat vind je er tot nu toe van? Ja, ik ben heel blij hier. Een hele leuke, gezellige club. En goed team ook. Dat is me zeker meegevallen. Gewoon heel veel jongens die weten wat er gevraagd wordt. Veel kwaliteit. Dus ik voel me zeker goed hier. Dus ik heb er zin in. En de trainer ken je natuurlijk? Ja, Tieme ken ik goed. Ja, van mijn Heerenveen tijd. Dus dat is wel belangrijk geweest dat ik ook hierheen ben gekomen. En de trainer die je kent. En, gewoon een systeem die je kent en ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is voor het vertrouwen en voor mezelf vind ik dat gewoon fijn om met hem te werken. Ja, je hebt al een heel voetballeven achter je, hè? Oranje onder zoveel gespeeld, Europees kampioen geworden zelfs, als ik goed begreep. Ja, klopt. Ja, dan zit even wennen natuurlijk. Wat ging er allemaal mee in de beslissing voor jou om naar Harkmaarse Boys te gaan? Ja, ik heb het begin van mijn carrière ging het allemaal heel erg goed en inderdaad Nederlands elftal en ook bij het eerste van Heerenveen gezeten. En alleen door blessureleed is het uiteindelijk steeds stapje bij stapje wat minder gegaan. En mijn emmertijd is ook niet geworden wat ik ervan gehoopt had, veel kleine blessures gehad. En uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om een stapje omlaag te gaan, om mijn lichaam iets meer rust te gunnen. En, via hier gewoon weer het plezier een beetje terug te vinden. Dus dat is voor mij uiteindelijk het allerbelangrijkste. En hoe gaat dat tot nu toe? Ja, ik heb plezier. Dus we hebben vandaag lekker gewonnen. Dus gaat helemaal top. Je bent linksback. Tenminste, heb je altijd gestaan bij Harkmaarse Boys voorbereiding, de oefenwedstrijden. Omschrijf jezelf als speler? Mijn trainers bij Heerenveen noemde mij ook altijd wel moderne linksback. Dus een beetje wat er tegenwoordig wel gevraagd wordt, ook mee aanvallen. En gewoon eerst je mannetje staan. Dus ik ben aardig snel, heb wel een goed linkerbeen. Dus ik heb op zich de voorwaarden om een aardig backie te zijn. Maar dat wil ik graag dit seizoen laten zien. Je ging vandaag ook een paar keer mee naar voren. Eén keer op het, middenveld, dan kreeg je even een klap. Wat gebeurde daar? Ja, klopt. Ik heb aardig wat tikkies gekregen, maar dat hoort er ook bij. En dat is me ook wel verteld dat het hier iets vaker gebeurt dan op een hoger niveau. Maar ik weet wat er gevraagd wordt hier, dus dat vind ik ook prima.